Willemskade hebben we de weg aangepakt. En toen hebben we ook besloten om de verlichting tegelijkertijd te vervangen. En toen hebben we de oude verlichting vervangen door LED-verlichting. We hebben voor de LED-verlichting gekozen omdat het energiezuiniger is. Rotterdam heeft milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij hebben het Rotterdam Climate Initiative opgericht als stad samen met het havenbedrijf, de Milieudienst en DeltaLinks. En de doelstelling daarbij is om 50% minder CO2 uit te stoten in 2025 ten opzichte van 1990. En de openbare verlichting levert daar ook een bijdrage aan. Onder andere met zuinigere verlichting zoals LED-verlichting. Dit is de hoofdingang en de mensen die bij ons komen eten, die komen langs die mooie palen met de nieuwe verlichting. Lekker mooi helder en je ziet de kleuren goed van de auto's en van de mensen. Dus het geeft ook een soort veiliger idee, vind ik. Ja, goed, mooi. We hebben voor LED-verlichting gekozen omdat het voor deze straat een hele goede verlichting is. En zeker de LED-gene van Philips. Witte licht, zoals we dat nu hebben, is goed voor de kleurherkenning. De rode auto die er staat, is heel goed te zien dat die rood is. En door dat witte licht en die kleurherkenning, levert een grote bijdrage aan de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van de fietsers en de voetgangers, maar ook van de automobilisten. Ja, ik denk dat het helderder is. Beter zicht, kleur komt er beter over, meer licht op de straat. Ja, zonder meer. Voorheen stonden andere verlichtingen. Wat je vaak ziet, is een gele verlichting. Dat is ook maar een klein deel van het licht wat je dan als mens kunt waarnemen. En dan wordt het toch altijd iets vertekend. En ja, hier is dat niet. Hier is het meer natuurlijk, alsof de zon schijnt. Ook als het avond. Met deze lampen besparen we tussen de 10 en de 20% als we dit vergelijken met de zuinige Sonte-oplossingen die vaak in dergelijke straten worden gebruikt. En de kostenbesparing kan nog verder oplopen de komende jaren, doordat de LED-module die er nu in zit, over een aantal jaar is te vervangen door op dat moment efficiëntere LED's. Waardoor het energieverbruik nog verder naar beneden gaat en er dus nog meer kosten worden bespaard. Daar ben ik zeker voor. Ja, nee, dat is wat we kunnen doen om het milieu te helpen. Dat moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen, lijkt mij. Dus, en het is ook nog een keer mooier, dus ja, het is toch duidelijk. Als we naar de toekomst kijken, dan zie ik het zeker gebeuren dat we dit veel vaker gaan toepassen in Rotterdam.